Na Nederland-Peru, nu de wedstrijd van de waarheid voor ons Oranje. Zondag tegen Frankrijk, de wereldkampioen. We hebben gelijk gespeeld tegen Duitsland 0-0. En die willen thuis laten zien dat ze een sterk elftal hebben. Nederlands elftal voor mij de beste opstelling. Schillers in de goal. Jan Maat rechtsback, het centrum van Ajax. Met De Ligt en Blind. Arnold als linksback. Middenveld met Frenkie de Jong. Prupper en Vormer. En voorin met Kluivert, Depay en Promes. Ik denk dat je dan een 4-3 opstelling hebt. Waarmee je nog jaren vooruit kunt. En dan kan je ook aanvallend spelen. Dat is het beste wat Nederland zelf kan doen. Niet verdedigen. Aanvallen tegen Frankrijk. En dan zien we wel waar het schip staat. Ik wens je heel veel succes. Veel kijkgenot bij Chico. National League. Aanstaande zondag. Ja, ik sta hier met Red Jackets. En op de jaarmarkt in Oorschot. Maar het gaat natuurlijk altijd weer over dat voetballen. Daar krijgen ze ook geen genoeg van. Nou jongens, zeg het maar. Wie gaat de kampioen worden? Wie gaat de kampioen worden? Ajax. Ajax. En waarom dan? Oh, het gaat over voetbal. Het gaat over voetbal. Gewoon het beste team. Ja? Zie ik, ja. Nou, we zitten toch hier in Brabant, dan zeggen we toch niet Ajax? Of wel? Ja, maar PSV. Nee, dat gaat het niet worden. PSV. Nee. Oké. Okay. Ajax. Nou, dan nog een vraagje over de Champions League. Wie gaat er verder komen? Ajax, PSV. PSV. Ja? Ja, die gaan we doorkomen. Ja, doorkomen. Wel een topmiddag hier, hè? Ja, geweldig. Oké, jongens, bedankt voor het optreden. Ja, morgen natuurlijk de topper, ADO-PSV. En dan sta ik natuurlijk met een man uit Den Haag, Ajax ADO-supporter, sta ik op de Eindhovense Markt. Nou, dan wil ik toch eens weten wat John Korhoff denkt van die wedstrijd morgen tussen ADO en PSV. Wat denk jij, John? ADO altijd winnen. Winnen, die gaat er gewoon voor. Die gaan ervoor. Ja? Die gaan ervoor, ADO. 100% zeker? 100%. Dat lukt ze niet, maar dat is iets anders. Kijk, hè? Dat hoor ik graag. Dat lukt ze niet, dat vind ik een PSV'er. Ja. Ja, die man die heeft er ook kijk op. Maar ik denk toch, hè, 3 jaar lang niet gewonnen tegen ADO. En voelt je misschien een beetje terugtrekken van de spelers van PSV met over Barcelona. En dat we toch een kansje maken, John. Altijd. Ben je bij de wedstrijd? Probeer het. Ik probeer het. Ja, je moet er zijn, joh. Ik ben er 100%. Ik ben er 100%. Ik ben er ook om 4:30 ben ik al lekker in het stadion. Dan gaan we lekker sfeer proeven. El Riyad gaat scoren. Beugelsdijk alles tegenhouden. Ik sta hier met het geweten van het Nederlands voetbal. Na afloop direct van de tafel van Kees. En ze hebben mijn mening gevraagd over Ajax en PSV. Maar dan wil ik de kenners ook even aan het woord laten. Uit respect begin ik met de oudste en de meest intelligente van het stel. Dat is Kees Jansma. Kees, wat denk jij van Ajax en PSV? Je keuzes zijn tot dusver uitstekend. Ik denk dat. Wat zeg je? Ja. Ik denk dat het. Ik denk dat Ajax gaat winnen. Op basis van de kwaliteit die ze tot dusver in de voorronde Champions League hebben betracht. Goed elftal, breed elftal. Ze moeten tegen vechtvoetbal van de Grieken kunnen. Daar ben ik geïnteresseerd in of ze dat tegen kunnen. We hebben maar een minuutje op Instagram. Sorry, ga maar door. En PSV kan. Maar lekker vol, Kees. Heel moeilijk. PSV moeilijk. Nou ja, Jans. Heb ik nog 3 seconden? Ja, kom maar. Ja. Nee, Ajax gaat gewoon door en PSV die gaat het wel heel moeilijk krijgen daar. Die verliezen met 3-1. Zitten we nu in hetzelfde programma als de visboer aan? Hetzelfde programma, ja. Ja? Doe je allemaal. En zwem. Eindelijk is het dan zover. Vanavond begint PSV in de Champions League. Tegen Barcelona. Een koninklijke wedstrijd op Prinsjesdag. Hoe krijg je het voor elkaar? Er zijn toch wat vraagtekens voor de PSV, begrijpelijk. Het middenveld zit goed in elkaar. Voorin met Lozano en Bergwijn heb je geweldige spitsen die ook tegen Barcelona kunnen uitblinken, ben ik van overtuigd. Maar de vraag is, wat gaat de verdediging doen? Is Swaap en Viergever goed genoeg voor Suárez en voor Messi? Kunnen Dumfries en Angelino ook verdedigen? Opbouwend aanvallend weten we het, dat zit goed in elkaar. Over zoet maakt niemand zich zorgen. Ajax daarentegen gaat wel een wedstrijd spelen waarvan ik overtuigd ben dat ze gaan winnen. Tadić zie ik, gaan de 2 bussen die AEK parkeert in de arena, gaan ze kapot spelen. Dus Ajax zie ik met 2-3 goals verschil winnen. Ik wens Ajax en PSV heel veel succes. Ja, hier gaat het dan zondag om 4:45 beginnen. De topper PSV tegen Ajax. We hebben ze allebei gezien in de Champions League. PSV nederlaag van 4-0. Ajax wint dan thuis. Terecht met een mooie overwinning 3-0. Met de borst vooruit komen ze dan hier naar PSV. Ik denk toch in dit stadion dat het gif van PSV wel eens de doorslag kan geven. Allebei voetballend zeer goed. Maar het gif van PSV dat kan belangrijk zijn. Vooral de supporters. En toch die nederlaag doet pijn.
Ajax een beetje vanzelfsprekend met de borst vooruit hier naartoe. Dat wordt meestal toch wel een afrekening. Een kleine overwinning voor PSV. Ik denk 2-1 voor PSV. Ja, ruim 2 uur voor de wedstrijd. Het gasmatje staat er geweldig bij. PSV Ajax. En ik sta hier met de jarige Joep Schreuder van NOS. Joep, hoe zie jij de wedstrijd vandaag? Kan toch niet anders? Ook gezien het tijdstip in september. Er ligt nog niet zoveel druk op. Men kan het toch volop? Zeker van Bommel. Ja, natuurlijk. En ik heb zelfs het idee, met dit weer, dat het niet zo best is voor de godenzone. Voor Van Bommel met een tackeltje op dit veld is het natuurlijk wel ideaal. Zou Van Bommel ze allemaal opfokken? Want hij heeft niet zoveel met Amsterdam, hè? Nou ja, ik ben ervan overtuigd dat hij ze mentaal zeker zal voorbereiden. En ik ben ook heel benieuwd wat die clash gaat worden tussen de Ziyech en die Pereiro. Waarom eigenlijk? Nou, twee nummer 10's die uitblinken in de grote wedstrijden. En ik hoop dat ze vandaag ook weer uitblinken. Maar wij hebben dadelijk een voorbeschouwing en ik wil Aten Mos dan vragen. Je kunt wel hebben over Ziyech en Pereiro, maar ik zie in Europa eigenlijk geen voetballers zoals hun. Die echt een... Speciaal voor Chico Lazo. Mijn voorspellingen van de topper Real Madrid tegen Atletico Madrid. Aanstaande zaterdag om 9:15 bij Ed Chico Sport Voetbal. Real Madrid staat aan de kop met 13 punten. Simeone staat 5 punten achter op Real en Barcelona. Dus dit is een 6-puntenwedstrijd. Verliezen ze opnieuw en dan komen ze op 8 punten. Dan doen ze niet meer mee voor de titel in deze wedstrijd. Mijn voorspellingen zijn 2-1 voor Real Madrid. Omdat Atletico de magie kwijt is. De nul spelen was altijd heilig. Maar ook in de Champions League en tegen Monaco kregen ze weer makkelijk een goal tegen. Dus ik denk dat het een overwinning wordt. 2-1. Wat zijn jullie voorspellingen? Ik ben benieuwd naar. Commentator is natuurlijk El Siert. Het wordt een geweldige wedstrijd. Zaterdag kijken bij Chico Sport Voetbal. De overwinning tegen OSC Rosmalen. Staat natuurlijk de belangrijke wedstrijd tegen Heerenveen op het spel. Belangrijk punt gehaald tegen Vitesse. Compliment voor de spelersgroep. Compliment voor de technische staf. En ook de fans die weer heel positief waren in Arnhem. Tegen Heerenveen kwetsbare verdediging. 9e plaats proberen vast te houden. Wat ik vandaag gezien heb, toch weer behoorlijk voetbal tegen een derde klasse. En je moet het toch maar doen. Veel clubs zijn gesneuveld in de bekercompetitie. Ik wens ADO heel veel succes tegen Heerenveen. Moet kunnen en proberen in de linker rijtje te blijven. Dat zou heel mooi zijn. Met oog op de volgende thuiswedstrijd tegen Groningen dan later. Veel succes, ADO Den Haag. Dinsdag en woensdag is het weer zover. Zowel Ajax als PSV krijgen twee lastige wedstrijden. Laten we met Ajax beginnen. Ajax speelde tegen Fortuna geen goede wedstrijd. Kreeg weer veel kansen tegen, dus is in de verdediging kwetsbaar. En het grote nadeel van Ajax is dat Bayern München twee wedstrijden niet gewonnen heeft. Het zou mij niet verbazen als er een wraakactie komt van Bayern München om deze wedstrijd wel te winnen. Ajax kwetsbaar achterin, dus ik zie Ajax geen punten halen in München. PSV daarentegen, die zit in de flow. We hebben alles gewonnen tot nu toe. 7 wedstrijden, 21 punten. Krijgen wel een lastige tegenstander die goed op resultaat kan spelen, Inter. Maar ik denk toch dat het finijn voorin zit met Lozano en Bergwijn. Dat zijn spitsen die samen met de Jong altijd zullen scoren. Ik wens Ajax en PSV heel veel succes in de Champions League. En ik denk dat PSV de meeste kans heeft om te winnen. Speciaal voor Chico Lazo, aankondiging van een grote wedstrijd aanstaande zondag om 17:30 bij Chico Sport. Het is de topper tussen Liverpool en Manchester City. Wie gaat dit seizoen kampioen spelen? Is dat Jurgen Klopp of is dat Pep Guardiola? Deze wedstrijd kan een voorbode zijn voor het kampioenschap in de Premier League in Engeland. Zondag om 17:30 bij Chico. Deze wedstrijd moet u absoluut zien. Het wordt een geweldige wedstrijd waar veel van afhangt voor de titel in Engeland. En het wordt mooi voetbal, daar ben ik van overtuigd. Ik sta hier in de Kleine Berg in Eindhoven, waar het vrijdagavond altijd feest is. Met mensen die naar buiten gaan. En het is natuurlijk een hele mooie dag. Als zij uitgeserveerd is, dan kom ik bij de mensen die hier op het terras zitten.
Jongens, PSV. Wat heb je tegen Inter? Hoe was dat? Oh, ja, echt jammer. Ik denk dat de scheidsrechter de wedstrijd gestolen heeft. Heel goed, ik vond ik ook. Maar Sietje heeft PSV kan 2-0 maken op absoluut, dat moment. Ja. Hij moet rode kaart hebben. Maar daar hebben we het niet meer over. We gaan nu naar de toekomst. Ja, het is PSV VVV. Ja, uitslag? 5-0. Oh, 5-0. Oeh, ja, dat zal Stijn niet mooi vinden. En nu over de topper bij de concurrent in Amsterdam. Ajax tegen AZ. Wat wordt dat? Oeh, dat wordt 1-2. AZ verdedigt weer. Lopen 1-2. Oh, negatief. Ik zeg 3-0.